Ja hoor, eindelijk is die er dan in ons eigen Nederland, de Mexicaanse griep. Dit virus staat op het punt om een hele grote pandemie te worden en de Wereldgezondheidsorganisatie die maakt zich ernstige zorgen. Ja, 26.500 mensen zijn al besmet met het virus en in Nederland zijn al 30 gevallen geconstateerd van mensen met de Mexicaanse griep. Waarvan er dus 5 via mens-op-mens besmetting. Nou, het gekke is dat we in Nederland ons toch niet zo erg zorgen erover maken. Zelfs minister Verhagen die raadt gewoon aan om naar Mexico op vakantie te gaan. Ja, maar zijn wij Nederlanders nou echt zo relaxed als wij ze confronteren met de Mexicaanse griep? Oh, scusi. Ik vind het een griep van Mexicano. You know, a doctor for me, a doctor. Een dokter? Because I need to, Oh, scusi. Oh, la griep van Mexicano, scusi. You know, maybe know a doctor for me, because... Oh, I feel a little bit sick. See, one appeal. Yeah, yes, appeal. Aspirin, por favor. Yes, hello. Aspirin, por favor. Yes, hello. Yes, hello. Yes, you have aspirin. Yes, that's also good. Appeal, yes. Arriba, arriba, André. Sí, amigo. Sí, sí.